hartelijk dank, Amina. Ik zou zeggen, mensen, neem afscheid op een symbolische wijze van Amina door je aan te melden bij haar. Laat haar weten dat ze inderdaad een stokje kan overdragen aan een van jullie. Amina heeft veel gedaan, maar in de loop der tijd zijn ook organisaties bezig geweest met deze herdenking. Zonder, en ik zal zeker namen vergeten, zonder alle organisaties die hebben meegedaan te verloochenen, wil ik noemen LAX, die dacht ik de eerste was die deze organisatie, deze herdenking heeft georganiseerd. De ANJV, AFA, die vandaag ook aanwezig is en die bijvoorbeeld helpt met dingen die gedaan moeten worden. En Nederland Bekend Kleur. Ook deze organisaties verdienen onze erkenning. En ook voor deze organisaties wil ik een applaus. Wij zijn zo'n beetje beland op het moment dat ik iemand uit het publiek wil vragen of hij wat naar voren wil brengen, kort. Ja. Het is 26 jaar geleden en toen het gebeurde met Kerwin, stond er meteen een groep op, waaronder Joe Simmons en nog een aantal mensen daaromheen, om meteen in de balie te organiseren dat heel Nederland schrijvers, dichters, kunstenaars Kerwin kon herdenken. Het is zo lang geleden dat ik daarna heb gedacht van, hoe blijf je nou stilstaan bij Kerwin? Een aantal keren ben ik hier geweest, een aantal keren ook bewust niet. Omdat Kerwin iets uitstraalde, ik kende hem niet daarvoor, maar alles wat daaromheen was, zijn moeder, zijn familie, de kennissen, dat was energie, dat was positief. En het was vooral, wij geven het niet op. Of je me nou veroordeelt op mijn kleur, afkomst, geslacht of wat dan ook, we geven het niet op. Omdat we mensen zijn onder elkaar en omdat er een toekomst is. Met Kerwin hier, met Kerwin daar. Kerwin is hoop en met die hoop gaan we verder. Hartstikke bedankt. Er rest me nog één ding te zeggen. Blijf denken aan die drie jongens. Die drie jongens van 13 en 15 jaar die één ding willen doen. Namelijk laten zien waar racisme, discriminatie en intolerantie ons naartoe kunnen leiden. Blijf ze in gedachten houden, blijf een voorbeeld volgen. Bedankt.